Sowieso is mijn theorie al jaren en jaren dat er een veel grotere studie zou moeten worden gemaakt van het probleem van verveling. Dat ontzettend veel mensen zich ongelooflijk veel vervelen in onze samenleving. Kijk, een merel die dus 3 nesten per jaar grootbrengt als het een beetje bezit, vaak ook alweer een beetje mislukt, die verveelt zich nooit. Je ziet nooit zo'n merel een tijd op zo'n takkie zitten en zo van, yo, hè? Morgen vandaag, ga ik vanmiddag eens doen. Hè? Ja, en daaruit ontstaat dus veel te veel tv kijken, shoppen. Hè? Shoppen. Shoppen? Ja, nee, shoppen. Het van Rossum, kunt u mij horen? Nee, je valt vanzelf in slaap. Wat is er opgevallen deze week in de actualiteit? Wat is er opgevallen in de actualiteit? Daar zeg je wat. Nou ja, in ieder geval dat het in Amerika weer goed fout zit. Ik zei dat nu gisteren dat grote wetsontwerp plotseling wel is aangenomen over de infrastructuur. Daar hebben ze eerst maandenlang een ongelooflijk stupide ruzie over gemaakt in de Democratische Partij. Nou, nu zijn ze zo verschrikkelijk geschrokken van de verkiezingen in Virginia, waarbij de Republikein gewonnen heeft, terwijl daar al een klein decennium geen Republikeinen meer hadden gewonnen. Hoe komt dat? Dat hij daar gewonnen heeft. Ja. Nou, dat komt vooral, denk ik, doordat veel Amerikanen last hebben nog steeds van de gevolgen van de coronacrisis. Dat er sprake is van een omvangrijke inflatie in de Verenigde Staten, dat er tekorten aan allerlei dingen zijn. Dat het leven kortom relatief moeizaam is. En dat was natuurlijk door Biden gouden bergen beloofd. Maar die kun je niet direct leveren. Dus de eerste, nou ja, hoe lang zit hij er nou? Sinds januari natuurlijk. Dus hij zit er nu 10 maanden. Die zijn ook voor de Verenigde Staten niet aangenaam verlopen. Dus daar reageren de kiezers altijd onmiddellijk op. Want je weet hoe dat zit. Gaat het in een samenleving slecht, dan hebben de politici de schuld daarvan. Meestal hebben ze die helemaal niet. Evenmin, deze redenering kan ook onmiddellijk omgedraaid worden. Als het goed gaat, zeggen de politici altijd, kijk, dat komt door ons ragfijne beleid. Moet je eens kijken, elders. Nee, dat betekent vrijwel altijd, bijvoorbeeld in Nederland, dat de wereldeconomie goed draait. En dan draait onze export goed en dan draait Nederland in principe ook goed. Omdat we natuurlijk een zeer exportafhankelijk land zijn. Dat is in Amerika minder. Maar in Amerika zijn nog steeds vervelende sociaal-economische problemen. Die samenhangen met de gebeurtenissen van de afgelopen 2 jaar. Waarom zijn ze geschrokken? Nou, ze zijn geschrokken denk ik. Omdat ze dachten dat die meneer, die de tegenkandidaat, Terry McAuliffe, dat die wel een goede kans maakte. En het leek ook gemeen of meer gelijk op te gaan. En het idee natuurlijk van de democratische kandidaat was om de republikeinse kandidaat te associëren met Donald Trump. Die natuurlijk, behalve bij zijn achterban die omvangrijk is, buitengewoon impopulair is, volkomen terechtloos. Dat zou helpen, maar die republikeinse kandidaat heeft eigenlijk een vrij subtiele wijze afstand tot Trump weten te behouden zonder hem expliciet te bekritiseren. En heeft een handige campagne gevoerd, onder andere over, laten we zeggen, het onderwijs over de discriminatie van zwarten in de Verenigde Staten. Daar is een soort van kritische theorie is er ontwikkeld dat met name discriminatie diep verankerd zit in de Amerikaanse samenleving. En dat willen sommigen duidelijk maken ook in het onderwijs. En ja, dat vinden veel blanke Amerikanen, die hebben liever dat er helemaal niet over gepraat wordt eigenlijk. Ja, en dan loop je elke keer weer tegen hetzelfde probleem aan, dat in feite de slavernij, de positie van de zwarte bevolking, ook na de emancipatie, dus nadat de slavernij is afgeschaft, heb je natuurlijk een eeuwlange feite gesegregeerd systeem gehad. En de kwestie van de zwarte bevolking is nog steeds een open, etterende wond in de Amerikaanse samenleving. Die voortdurend ook grote politieke, structureel politieke problemen veroorzaakt. En ja, in principe moet je zeggen, moeten ze wel schamen natuurlijk, dat die zwarte bevolking nog steeds, al is er wel een zwarte middenklasse ontstaan, systematisch gediscrimineerd wordt op vrijwel alle denkbare manieren. Dus die discriminatie is inderdaad ingebouwd in de samenleving. Ja.
En dat deze republikeinse kandidaat nou gewonnen heeft, wat zegt dat nou eigenlijk over, is dat kenmerkend voor? Nou, dat zien mensen als een indicatie voor, laten we zeggen, de republikeinse positie bij de tussentijdse verkiezingen van volgend jaar in november. Als zij dat dus handig aanpakken, die republikeinse kandidaten. En met name in de staat als Virginia, waar in principe beide partijen wel kans hebben. En die republikeinse kandidaten spelen erop dat ze een beetje afstand van Trump houden. En zeggen, moet je eens kijken, die Biden heeft er ook niet veel van terechtgebracht. Gesteld dat de economische situatie, die overigens helemaal niet zo verschrikkelijk slecht is over de hele linie gezien, macro-economisch. Dat nog steeds voor veel mensen pijn veroorzaakt, dan hebben ze een goede kans natuurlijk. Om het zij in het huis, het zij in de Senaat in de meerderheid te komen. Ten meer omdat zowel in de Senaat als in het huis de verschillen minimaal zijn. Ja. Dus er hoeft maar dit te gebeuren en huppakee. Dus ze profiteren van de economische omstandigheden. Ja, en bovendien is het bij tussentijdse verkiezingen in Amerika eigenlijk bijna altijd zo, er is wel een hoogst enkele uitzondering, dat dus de partij die in het Witte Huis zit, dat die verliest. Er is altijd wel wat waar je ontevreden over bent en lijkt net of je een referendum houdt eigenlijk. We hebben ook een high negativity bias, zoals je weet. In een referendum kun je eens even lekker de middenvinger opsteken. Net goed, stomme kleren, leiders. Deze sfeer. Ja. Tenzij het economisch straks goed gaat. Dan zouden ze... Stijf voor de economie. Daar was ook wel een paar optimisten die zeiden, eens even, we zitten toch nog dik een jaar vanaf tot de tussentijdse verkiezingen van volgend jaar. De conjunctuur kan beter worden. De praktische situatie kan beter worden, dat is mogelijk. Het is altijd heel lastig om op wat langere termijn verkiezingen te voorspellen. Ja. En die afstand is maar ik moet je zeggen dat ik de Democraten weinig kans geef om hun meerderheden in huis en Senaat ook te bewaren. Eigenlijk gaat het altijd zo, toch? Ja, in Amerika gaat het eigenlijk altijd slechter dan je hoopt dat het zal gaan. Dat wel, ja. Amerika is een land met een volstrekt uniek talent om zichzelf in de voet te schieten, te beschadigen, voorkomen halfgare maatregelen te nemen, achterlijke oorlogen te beginnen die je niet winnen kunt. Ga zo maar door. Ja. Ja. En die afstand die die republikeinen tot Trump houden, is dat puur strategie? Of menen ze dat ook echt? Dat hangt er vanaf welke republikein het is, op welke plek. Dus bijvoorbeeld in de staat Virginia, waar republikeinen en democraten ongeveer 50-50 zijn, waar beide zouden kunnen winnen, daar is het handig om afstand van Trump te houden. Want dat betekent dat je een aantal gematigde kiezers in het centrum, die eens grote politieke specifieke voorkeur hebben, dat die dan in principe voor de republikeinse kandidaat stemmen. Maar je hebt natuurlijk evengoed, heb je en staten en districten die volledig gevuld zijn met boze blanke kiezers die niet al te hoog zijn opgeleid. En daarvan weet je dat ze altijd voor de Trump-kandidaat zullen gaan. Is er nog kans dat er nog een andere held opstaat in het republikeinse kamp? Dus... Nee, dat lijkt... dat zou ik nogmaals... Als ik zou weten of dat wel of niet kan... Als ik werkelijk iets zou weten over de toekomst... Dan zaten wij hier niet. Niet waar, maar dan... Je hebt nog niemand gezien met potentie? Nee, dat zie ik voorlopig niet. Te meer omdat Trump meer is dan een politieke held. Trump is een messias-achtige figuur. Trump is een gezondene, is de eine, de man die... Een soort van Jezus. Die man die al die blanke Amerikanen, dus die niet al te hoog zijn opgeleid, die het vaak helemaal geen makkelijke levens hebben, niet waar, die voor hen hoort, die luistert naar ze, die dezelfde taal spreekt als zij. Hè, waarom moeten we al die godvergeten Latijns-Amerikanen hier importeren die ons werk afkomen pakken en en in principe dezelfde sentimenten als in Nederland aan de ultrarechterkant onder de populisten leven. Ja. Wij worden niet gehoord, we worden overgeslagen. De elite is niet in ons geïnteresseerd, de elite kijkt op ons neer. Ja. Wat is hij eigenlijk aan doen nu, die Trump? Ja, die zit daar in Mar-a-Lago en die mag niet twitteren en zo. Dus ik geloof dat hij nu van plan is om een eigen... social medium op te gaan richten. Heeft hij gepresenteerd, ja. Ik ben benieuwd of dat wat wordt, dat lijkt me. Ja, dat zal niet het bereik hebben natuurlijk van de bestaande social media. Nee, maar het is wel weer een kanaal waar natuurlijk hij zijn mening op kan laten horen, zodat de media het weer kunnen overnemen. Ja, maar hij heeft nu ook geloof ik wel mogelijkheden om zijn mening te laten horen. Hij is bij deze, er waren nu een aantal verkiezingen her en der in steden en in...
in staten. En hij heeft zich eigenlijk vrij rustig gehouden. Waarschijnlijk ook met het idee, als ik me er echt tegenaan bemoei, bijvoorbeeld in Virginia, dan heeft dat alleen maar nadelen voor de Republikeinse kandidaat. Ja, dus voor zijn doen is dat slim. Ja, hij, zoals je weet, hij is een soort van, heeft een soort boerenslimheid. Is hij een enorm intelligente, ontwikkelde man? Nee, totaal niet. Maar dat heb je vaak in de politiek ook niet specifiek nodig. Het gaat om een soort gevoel dat je kunt hebben voor wat mensen denken en voelen. Ja, ja. Denk aan Ronald Reagan, natuurlijk een oliebol de eerste klas. Ik bedoel, een man die waarschijnlijk een bachelorsgraad in Nederland niet zou kunnen halen, bij wijze van spreken. Maar wel een man met het juiste politieke gevoel, op het juiste moment, op de juiste plek. Dat zijn hele complexe dingen die tegelijkertijd simpel zijn als je aanvoelt hoe het zit. Ja. Geldt dat ook voor Rutte? Nou, ons systeem is fundamenteel anders. Er is in Nederland relatief weinig ruimte, denk ik, voor mensen die breed levende gevoelens efficiënt kunnen gebruiken in de politiek. En dat komt natuurlijk omdat wij een heel ander politiek systeem hebben. En wat bovendien in toenemende mate in de afgelopen 25 jaar versplinterd is geraakt. Dus je kunt in je eigen branche wel een soort messias zijn. Maar ja, dan kun je misschien in 6% van het electoraat mobiliseren. En dan neem je iemand als Thierry Baudet. Al iemand met messiasachtige trekken. Ja. Ja. Nou ja, ook overigens, godzijdank, ook toegerust met een unieke mogelijkheid om zichzelf te beschadigen. Ja. Maar dat is vaak ook een soort combi. Hè? Maar het gaat dus om dat er vrij grote groepen zijn, ook in Nederland, die het gevoel hebben, er wordt nooit naar ons geluisterd. Ja. Er wordt op ons neergekeken, niemand houdt rekening met ons, onze buurten worden overgenomen door immigranten. Nou ja, het is een heel bekend panorama. Maar in Nederland is dat wel deels te mobiliseren. Denk aan Pim Fortuyn. Maar het, dan nog, Pim Fortuyn trok 16% van het electoraat. Nou ja, Geert trekt iets minder, maar hij heeft op zijn hoogtepunten, hij heeft ooit 24 zetels gehad, ook ongeveer 16%. Dus dan is in Nederland ook wel een mogelijkheid om deze stemmen te mobiliseren. Thierry Baudet is daar tijdelijk in geslaagd ten tijde van de provinciale statenverkiezingen. En dan zie je ook direct bijvoorbeeld Thierry Baudet, die ondanks dat liggen op die vleugel van hem, had hij vooral succes in buurten die het moeilijk hebben. In steden als Den Haag en Rotterdam en zo, daar scoorde hij goed. Hmm. Hij scoorde waardeloos in studentensteden, dat is wel interessant. Amsterdam, Utrecht, dat booming cities. Ja. Hey, COP 26, heb je dat nog een beetje gevolgd? Is, want ja, er is wat heel is veel godsnaam COP 26? Ja, dat is die klimaattop, dat noemen ze COP 26. Oh, de klimaattop. Ja. Ja, dat volg ik gewoon zoals de normale krantenlezer dat volgt. En daar heeft hij natuurlijk de gedachte bij die de normale krantenlezer ook heeft. Van, dat er veel beloofd wordt. Ik begreep ook dat het kappen van bossen, dat hebben ze besloten nu te stoppen. En het is betrekkelijk simpel. We hebben nauwelijks bos, dus als je dat ook kapt, dan... Ja. Er is nog wel wat bos bijgekomen. Interessant genoeg. We hebben natuurlijk bij de boskap, heb je het altijd over Brazilië en regenwoud in Afrika en in Zuidoost-Azië. Dat spreekt voor zich. Er is de kans dat die Indonesiërs ophouden met bomen om te hakken op Borneo, is die kans aanwezig? Nou, volgens mij is die gewoon nul. Ze zullen het misschien beloven, maar dat zegt niks. Lokaal heeft dat vaak geen enkel effect, eerlijk gezegd. Ja, het zijn boeren, kleine boeren die grond nodig hebben. Ja, steek je een stukje in de fik en zo gaat dat natuurlijk al tientallen jaren in feite. Maar bijvoorbeeld in Europa, de Economist had een tijdje geleden daar een prachtig stuk over. In Europa is het bosareaal sterk toegenomen. Dat heeft ook wel problemen met luchtvervuiling dus, en met name ook met klimaatopwarming. Daar kunnen sommige bomen beter tegen dan andere. Maar nogmaals, het bosareaal in Europa is gegroeid in de afgelopen decennia. Dus het is ook de enige plek in de wereld waar het gegroeid is. En ook net zo goed natuurlijk als de bevolking van Europa in feite afneemt in een relatief hoog tempo. En is dat op natuurlijke wijze gebeurd of met hulp van? Nou, met hulp van. Ik denk ik wel dat deels is dat de subsidie. Je moet niet vergeten, deels is dat gewoon, hoe moet ik dat zeggen, profijtbos. Dus dat moet, daar wordt geld aan verdiend. Ja. Nou, denk aan de bossen in Scandinavië. Dat natuurlijk Zweden heeft een hoeveelheid dennenbomen waar je u tegen zegt. Of Wit-Rusland, dat is... Nou,
Dus toevallig, dan ligt dat net even buiten Europa, maar voor het gemak tel ik het bij Europa. Ja, altijd een interessante vraag. Je weet waar Europa ophoudt aan de westelijke kant. Als je er lang genoeg doorloopt, val je in zee in Ierland, niet waar? Maar we weten eigenlijk absoluut niet waar Europa ophoudt aan de oostelijke kant. Nee, je weet, de Gaulle had de theorie, het liep tot de Oeral. Dus dat Siberië, dat, ik weet niet wat de Gaulle daarmee wilde. Mocht er een aan de Chinese cadeau gedaan worden of zo. Schijnt ook een zeer omvangrijke Chinese immigratie te zijn. In dat, laten we zeggen, in dat stuk van Siberië wat boven China ligt. Of boven Mongolië. Maar ik zelf heb altijd, kijk, de Baltische Republieken, zeker ook als je naar de hoofdsteden kijkt, hoe het er daar uitziet. En zou ik zeggen, horen de Baltische Republieken wel bij Europa? Ik vind dat Wit-Rusland daar ook wel mee door kan. Ook Minsk maakt een min of meer Europese indruk. Daar zit je natuurlijk al heel gauw met het probleem stad en platteland. Dat is een probleem wat in Polen eigenlijk ook al speelt. Natuurlijk West-Polen, dat hoort gewoon tot Europa. Dat denkt Europees, dat heeft Europese tradities zonder meer. Ja, en Oost-Polen, god, dat is natuurlijk een hele andere propositie. En ik vind de Oekraïne, als je dit, ik ben ook altijd... Ik weet dat dit tegen het zere been is van tal van personen. Maar geeft die vervelende districten in de oostelijke Oekraïne, geeft die nou aan de Russen? A, wordt daar Russisch gesproken? Dat zijn mensen die zichzelf ook zien als Russen. He, dat is waar die burgeroorlog, als je dat zo wil noemen, speelt. Maar natuurlijk het westelijke deel van de Oekraïne, zeg Lviv en zo, dat zijn plaatsen die met een zekere... tolerantie best tot Europa gerekend kunnen worden. Tenminste omdat natuurlijk de westelijke Oekraïne ooit een onderdeel was van het Oostenrijk-Hongaarse Rijk. Waarvan het oosten weliswaar nogal primitief was, maar toch het hoorde tot Europa. Dus dan, je ziet hoe de lijn getrokken kan worden. Want dan kun je ook zien welke landen eventueel later toch nog bij de EU kunnen worden aangesloten. De Baltische Republieken zijn al aangesloten natuurlijk. Finland vanzelfsprekend ook. He, ook traditioneel een deel van Rusland, maar zelfs ver zelfstandig. Nou ja, Wit-Rusland zou volgens mij best kunnen. Ik heb ook de indruk dat eigenlijk heel veel Wit-Russen dat een prima idee vinden. Die zitten ongelukkigwijs met die halfgare Lukashenko. Die natuurlijk om zelf te overleven zijn eigen land heeft uitgeleverd aan Poetin. Wat eigenlijk een hele droevige toestand is dat zo is. Zeker ook voor veel jonge en goed opgeleide Wit-Russen. Maar ja, je begrijpt wat daarmee gebeurt. Die emigreren, die vertrekken. Dat is in Rusland ook een enorm probleem, dat ze gewoon vertrekken. Ja. Dus heel veel van dit type van landen. Turkije heeft dat probleem in hoge mate. Je bent wel gek natuurlijk als je hoog opgeleid bent. Dat je, in Istanbul kom je misschien aan de kost, maar je kunt veel beter naar West-Europa vertrekken of naar de Verenigde Staten. Want daar heb je een aanzienlijk betere toekomst. Dus die landen die, laten we zeggen, dictatoriaal geregeerd worden en waar natuurlijk daardoor ook allerlei ontwikkelingsmogelijkheden niet aanwezig zijn, die het in principe economisch slecht doen. Rusland doet het economisch slecht, Turkije doet het economisch slecht, Wit-Rusland bij mijn weten ook. Ja, daar zit heel weinig groei en dynamiek in natuurlijk. Ik zou ook, als ik hoog opgeleid was, in het technisch vak, dan zou ik niet in Minsk blijven zitten, dat kan ik je wel verzekeren. Nee. In Nederland zit je wat dat betreft, zit je in Nederland goed. Dan ben ik toevallig bejaard en gepensioneerd. Dus voor mij is er helemaal geen toekomst. Maar ik zit hier verder wel goed. Maar je legt de grens dus, teken jij bij Wit-Rusland eventueel? Ongeveer, het probleem is dan begint Rusland zelf. En ja, god, dat loopt door tot Vladivostok. Dus wil je dat er ook bij hebben? Tja, dat is een... Ik denk dat veel Russen er heel gelukkig mee zouden zijn. Hè? Ja, dat weet ik ook niet. Ik kan moeilijk begroten hoe nationalistische gevoelens, waar Poetin natuurlijk volledig op gekoerst heeft in de afgelopen 20 jaar, hoeverre die een belangrijke rol spelen in Rusland, daarvoor weet ik ook te weinig van Rusland. Maar god, het is zo'n diep ongelukkig land. Hè. Kijk, bij Rusland is het altijd zo, je denkt dan even nu is er iets positiefs begonnen. Hè? Gorbachev. En toen viel dat land uit elkaar. De Unie viel uit elkaar. Je dacht toch, daar zijn democratische mogelijkheden. Het Westen heeft Rusland ook wel in de jaren 90 op een hele, ja, een beetje suffe wijze in de steek gelaten. Ik denk dat we daar meer aan hadden kunnen doen.
Zodat dat land een enorme diepe val gemaakt heeft in de jaren 90. En ja, toen verscheen Poetin op het toneel, die aanvankelijk ook nog wel zich min of meer democratisch gedroeg. En nou ja, dat waarschijnlijk toch dacht hij, ik moet maar eeuwig blijven regeren. Dus hij heeft alle bekende maatregelen genomen, waardoor je denkt, er zijn daar af en toe verkiezingen, maar iedereen weet dat dat flauwekul is. Die verkiezingen, hè, dat zijn dus autocratieën, dictatoriale systemen die eruit zien als democratie, maar het absoluut niet zijn. Zo goed als Erdogan natuurlijk in Turkije de democratie de nek omgedraaid heeft. Het gevolg is dat je stagneert. Ze hebben heel weinig. China is overigens een interessant voorbeeld. Daar hebben we al eerder over gehad. Dat is ook de vraag of met Xi Jinping en zijn nieuwe maatregelen van de afgelopen jaren, of China zichzelf daar ook niet kwaad mee doet. Dat is mijn indruk, maar durf ik niet met zekerheid te stellen natuurlijk. We hebben China al vaker gewaarschuwd. Hè. Je weet, het een klassieke grap is, China wordt voor het laatst gewaarschuwd in de kolommen van het Algemeen Handelsblad. Ja, het idee natuurlijk dat iemand geïnteresseerd is in wat wij er in Nederland van vinden, is altijd enigszins lachwekkend natuurlijk. Maar ja, toch moet je zeggen dat die dictatoriale systemen, economisch afgezien van China, dan slecht functioneren. Ja, Rusland heeft natuurlijk het voordeel van zijn grondstoffen. Weet je trouwens dat wij even tussendoor luisteraars hebben in China? Daar stuurde iemand een mail en die stuurde groeten uit China. Ja, daar wonen zoveel mensen. Daar moeten we ook wel een luisteraar zijn naar deze podcast. Ja. Kan die luisteraar misschien na de podcast en mijn verstandige woorden, ik zie je ping bellen, het zal daar iets simpeler zijn dan hier. En dat u nog even misschien, dat u ook Chinees spreekt, dat u aan Xi ook even uitlegt dat ik niet gelukkig ben met de ingeslagen koers. Ja. Jij bedoelt onder andere Xi Jinping thought, hè? Dat bedoel je. Ja, dat is ook wel een stupiditeit die je niet voor mogelijk houdt. Dat is een typische communistische afwijking. Dat die lui dan allemaal te boek willen staan als grote denkers en interpreteerders van Marx en Engels en zo. Allemaal wezenloze kletskoek natuurlijk. Ja. Wat is er nodig in Rusland om een positieve verandering teweeg te brengen? Ja, ik denk toch dat je op den duur moet denken aan een veel democratischer systeem. En ik denk dat je een veel beter investeringsklimaat moet creëren voor buitenlandse investeerders. Kennelijk genereren ze zelf te weinig op dat punt. En ook te weinig vernieuwend, innovatief. En natuurlijk, ja, ze hebben zich in die dieven. Rusland is natuurlijk een dievenbende, eerste klas. Moordenaars en dieven, dat zijn het. En die verrijken zichzelf. Hè. Ook Poetin en zijn konuit en zijn familie. Die hebben ook voor tientallen miljarden bij elkaar gestolen. Hoe komt dat het daar zo in de aard van het beestje zit, schijnbaar? Ja, nou, of dat nou alleen daar is, dat zou ik je nou niet willen garanderen, eerlijk gezegd. Mensen hebben een vaak volstrekt onbegrijpelijke geldbehoefte. Hè? Hoe meer, hoe beter. Ik heb wel mensen gekend die fantastisch veel geld hadden verdiend. En ik zei tegen een van die mensen nog eens. Nou, ik weet niet, ik geloof dat hij stond in de krant dat hij 100 miljoen had verdiend of zo. Ik zei, nou, dat kun je het rustig aan doen. Helemaal niet. Dat is het spel. Het spel is geld verdienen. Dat is wat opwinning geeft. Ja. En de een die wint zich op door stukjes te schrijven. En de andere die verdient tientallen miljoenen. Maar je bent natuurlijk op het punt van de nuttige dingen die je met geld kunt doen. Ben je al heel snel raak je aan een punt waar je denkt, ja. Hey, nou ja, goed, je hebt nou een Audi type 3. Dan kun je eventueel, als het allemaal hartstikke goed loopt. Hè, kun je misschien overschakelen naar een Audi A8. Dan denk je nog een speciale uitvoering A8 en dan laat je dan 12 cilinderen in monteren. En dan laat je, nou ja, er zijn nog wat mogelijkheden, maar tenslotte denk je bij jezelf. Je rijdt er niet veel meer mee, beter mee dan met dit ding. Vaak is het zeggen. Twee weken leuk en dan is de leukheid wel. Het is hetzelfde als die mensen die in die immense jachten bekopen. Hè, die kosten, boten. Ja, die kosten vaak 100 miljoen of meer. En dan blijkt dat na enig onderzoek dat ze dus 2 weken per jaar met dat ding rondvaren. Wat vaak een omvangrijke bemanning heeft van 30 man of zo. Ja, waarbij ook het ding, als je nou toch te geld hebt, huur een keer zo'n ding voor een week. Dan weet je hoe strontvervelend het varen op zee is. Je ziet niks. Ja, water, dat zie je. 70% van onze planeet is bedekt met water. Hè? En meestal als je even een uurtje hebt gevaren, dan is de kust al niet meer in zicht. En ja, daar zit je dan. Heb je dat wel eens gedaan? Jazeker.
Dat we zeggen, ik had het een enorm leuk idee dat we zouden met de boot naar Engeland gaan. De kinderen waren nog, waar zullen ze geweest zijn? 10 en 7 of zoiets zit die geest. Die is daar weer lang geleden langs de man. Ik dacht, vinden ze leuk, zo'n boot en zo. Ja, aan boord en met de auto en een hut en, nou, enzovoort enzovoort. En nou, aanvankelijk vonden ze het wel leuk, zolang de duinen nog in zicht waren. Dat ding vertrok uit hoe heet het, Hoek van Holland, als ik het me goed herinner. Ja, en na enige tijd bevonden wij ons dus op volle zee. En toen zei ze al van, zijn we er al? Nou, het bekende kinderklacht, zijn we er al? Nee, we waren er nog lang niet. En ze hebben zich te takken verveeld op dat stomme ding. Het stond er vol met fruitautomaten, maar dat vond ik ook weer niet zo leerzaam. En je sliep daar ook? Ja, tenslotte hebben we er ook een dutje gedaan waarbij je natuurlijk geen oog dicht doet. In zo'n kajuit, in zo'n hut? Nee, ja, precies. Joh. Dat is kleiner dan deze auto. Dus als je dan een heel gezin in moet proppen, dat is verschrikkelijk werkelijk. Met zo'n rond raampje. Kan het niemand aanbevelen. Ze zeggen, ga vooral met die trein, dat is prima. Ja, weliswaar zit je er ook geloof ik 4 of 5 uur ja. in, maar hij rijdt lekker hard, je ziet wat. Dat is namelijk ontzettend aantrekkelijk. Het eten is beter dan in vliegtuigen. Het is in alle opzichten te prefereren boven de boot of het vliegtuig, naar mijn idee. Je bent wel in de leeftijd dat je op zo'n cruiseschip zou op vakantie. Ik moet er toch niet aan denken. Hetzelfde probleem toch. Maar ja, die cruises doen dus elke dag een andere stad aan. Hè? Nou, kijk maar in de krant, dan kun je zo'n cruise maken. Maar die boten zitten tegenwoordig ook heel anders in elkaar. Die hebben allemaal hutten aan de buitenkant, zodat iedereen heeft een raampje op zee. Het is een beetje als het Spaanse hotel, direct uitzicht op zee. En dan blijkt dus dat je op de wc op de bril moet klimmen en het raampje van de wc open moet zetten. En dan met een verrekijker kun je in de verte, verdomd, je kunt de zee zien. Maar ja, je kunt de zee zien, dat is waar. Ja, als je dat leuk vindt, het schijnt, ja, dat is, dan moet je ook de hele tijd, dacht ik, shuffleboard spelen. Wat is dat? Ja, dat is een spel. Hoe dat precies werkt, weet ik ook niet. En je kunt zwemmen aan boord en zo. En entertainment is er? Van die grote zalen waar dan artiesten optreden? Kijk, de essentie van de cruise is dat daar mensen op zitten die zich ontzettend vervelen. Sowieso is mijn theorie al jaren en jaren dat er een veel grotere studie zou moeten worden gemaakt van het probleem van verveling. Dat ontzettend veel mensen zich ongelooflijk veel vervelen in onze samenleving. Kijk, een merel die dus 3 nesten per jaar grootbrengt als het een beetje bezit, vaak ook alweer een beetje mislukt, die verveelt zich nooit. Je ziet nooit zo'n merel een tijd op zo'n takkie zitten en zo van, morgen vandaag, ga ik vanmiddag eens doen. Hè? Ja, en daaruit ontstaat dus veel te veel tv kijken, shoppen. Ja, nee, shoppen. Oh, shoppen, ik dacht shoppen, ja. Nee, shoppen. Ja, shoppen, nee, dat is uit de tijd shoppen. Dus de zogenaamde voorjaarsschoonmaak, de grote schoonmaak, dat wordt niet meer gedaan. En dat alle kleden uitgeklopt worden en zo. Dat was ook een vaste gewoonte. Maar iedereen is daarmee gestopt, volgens mij. Maar shoppen is heel wat anders dan winkelen. Winkelen, ja, je moet een brood gaan kopen en een pakje roomboter en kaas en weet ik veel wat. Gewoon om te eten. Maar shoppen is wat anders. Shoppen is dat je een hele middag dingen gaat kopen die je niet nodig hebt. Dat is een heel ander soort van activiteit. En die dingen die je gekocht hebt, die je niet nodig hebt, die kun je dan bijvoorbeeld weer Koninginnedag, laat je die door je kinderen verkopen op zo'n dekentje voor de deur, weet je wel. En die worden dan gekocht door andere mensen op Koninginnedag of Koningsdag zal het tegenwoordig wel heten. En die verkopen die spullen dan volgend jaar weer op een dekentje bij hun voor de deur. Zodat er een soort van eeuwige kringloop van totaal overbodige rommel ontstaat. Ja, tegenwoordig doen mensen dat wel online tijdens werktijd. Hè? Dan veel binge-watching, dat is natuurlijk voor een belangrijk gedeelte, is dat verveling. Ja. Mag voor mij, het zijn vaak toch wel wat bedenken. Nou ja. Ja. Ja, ik ben natuurlijk altijd geneigd te zeggen, lees een boek, hè, kijk. Ja, mijn gevoel is, als je een interesse ontwikkelt, van welke aard dan ook, of een lollige hobby, hoe stomzinnig ook, dan ben je wel lekker bezig. Hè? Je hebt mensen die steken hun hele leven in het opknappen van oude Volvo's. Dan denk je, ja, die zijn niet goed snik. Maar in dit geval is het Colin Powell, dat was zijn grootste liefhebberij. Hij kocht wrakke Volvo's. Ja, dus die verveelde zich niet? Nee, die verveelde zich helemaal niet. En zeker voor hem, denk ik, gezien zijn werkzaamheden, was het wel fijn om eens even iets anders te doen dan na te denken over die klerenleiers met wie hij in de regering was gaan zitten. Ja, ja, ja.
Ja, jij vindt... Dus verveling is naar mijn idee. Kijk, wij zijn zo rijk dat je man, het overgrote deel van de tijd niet hoeft te werken. Nou ja, dan kun je nog kinderen krijgen. Daar gaat heel wat in. Zullen trouwens heel veel mensen anders over denken, hoor, over dat werken. Ja, dat denk ik ook wel. Maar die werken toch meestal niet meer dan, wat zal het zijn tegenwoordig, 36 uur per week of zo. Ja. Het kan klotenwerk zijn, maar het is toch maar 36 uur per week. Je hebt zaterdag en zondag heb je vrij. Hè? Het zijn al 2 dagen in de week. En vaak als je het een beetje handig inricht met 36 uur per week, dan heb je 3 dagen in de week vrij. En dan moet je dus iets doen. Ja, dan kun je naar de gamma. Hè. Koop je een boormachine, maar dat je een heel klein gaatje wil boren. Dat is meer de gadgetry, is dat. Hè. Dat zijn ontzettend veel mannen die kopen een bladblazer. Ze hebben 1 boom in de tuin, maar ja, dan heb je toch wel. Hè. Dan heb je zo'n bladblazer, is toch handig om te hebben. Ja, maar ja, goed, dan gaan mensen naar de kroeg. Vind je dat ook verveling? Ja, dat is denk ik vaak verveling. Vooral omdat je daar natuurlijk alcoholische dranken tot je neemt. Niet waar, waardoor de mogelijkheden van de hersencel al zie je ernstig beperkt raakt. Het is ook een sociale activiteit. Ja, wat je... zonder meer. Ik heb ook wel jaren gehad. Ik het wel gezellig vond om dan naar die kroeg te gaan. Maar kijk ik daar nu met groot genoeg op terug? Nee, eigenlijk niet. Jij verveelt je nooit? Nee. Nee, de enige vorm van verveling... Althans, ik denk dat dat een vorm van verveling is. Ik heb ontbeten. Daar maak ik allemaal niet zoveel problemen mee. En je gaat achter je computer zitten. Dat doe je wel. Dat deed je natuurlijk 30 jaar geleden niet. Toen had je het ding niet. En hoe lang heb ik dat ding nu? Althans, dat internet erop zit. Dus dat is sinds het jaar 2000. Ja, het internet. Toen heb ik zo'n doorzichtige helm gekocht, weet je wel. Zo'n iMac, zal ik maar zeggen. De eerste iMac. Ik had ook zo'n zeegroene, had ik. Ja, met zo'n dikke achterkant nog. Ja, precies. Ja, dat lag natuurlijk aan het feit dat het een kathodebuis was. Hè. Dat was geen flatscreen toestand. Dat is bij mij pas veel later gekomen. En dan kijk je even, wat heb ik voor mail gekregen? Moet ik daarop antwoorden? Je kijkt even naar het nieuws van de dag. Ik kijk altijd even naar Teletext natuurlijk, mijn favoriete televisieprogramma. En dan heb je wel een neiging om even op dat internet door te rommelen. Ik heb ook een digitaal abonnement op de New York Times. Dus ik kijk even wat is de kop in de New York Times. Nou, je hebt in de New York Times, heb je op zaterdag en zondag heb je de boekreview. Daar kijk ik altijd naar en daar ben ik dol op. Moet je denken, vroeger, heel lang geleden was ik geabonneerd. Je kon je bij de New York Times apart abonneren op de boekreview. Daar had ik me op geabonneerd. En die kwamen altijd met 3 maanden vertraging. Want die werden per ezelpost, werden die eerst naar de Mexicaanse grens gebracht. En dan werden ze met ezels doorgebracht tot over heel Centraal-Amerika. En dan werden ze in het westen van Brazilië werden ze ingescheept op zeilboten en dan staken ze over naar Dakar. En dan gingen ze weer met kamelenpost naar het noorden en zo. Nou ja, wat een omweg. Na 3 maanden kregen ze die dingen, die gingen per zeepost. En dat niet alleen, maar ze waren opgerold in een soort pakpapier. Maar omdat ze 3 maanden opgerold waren geweest, ook onder verschillende klimatologische omstandigheden, waarschijnlijk ook wel eens vochtig geworden enzovoort. Dus als je dat papier eraf haalde, dat ding rolde ze gewoon permanent zichzelf weer op. Dus je was dagenlang bezig om het, laten we zeggen, terug op te rollen. Dus laten we zeggen, tegen de rol in te rollen. En dan moest je eigenlijk een beetje stoom er doorheen blazen. En dan even boven de fluitketel. Die we toen nog hadden, dat bestaat eigenlijk ook niet meer, want je had maar zo'n elektrische koker. Ja, en dan was die wel leesbaar. Maar dan moet je dus, wat een zegen nu. Je klikt die boel aan op zaterdag en alles staat er al, kleuren, plaatjes. Het is, wat dat betreft is natuurlijk, ik heb al hebben zwaar tegen het internet, maar dit is toch wel een onbegrijpelijke zegen. Dus ja, dan kijk je zo wat, nou ja, je hebt een paar van die vaste punten waar je even kijkt hoe staat het daar precies mee. En daar ben je toch al heel gauw een uur aan kwijt, is mijn ervaring. Dat zie ik zelf als... Het gaat snel altijd, hè? Ja, het is natuurlijk ook een soort entertainment, maar de tijd vliegt je door de vingers. Hey, even denken. Tivoli heeft laten weten, ruim 300 kaartjes waren verkocht. Nou, dat vind ik voor het luisteren en het maken van een podcast eerlijk gezegd vrij veel. Misschien ook mensen die zich vervelen. Ja, dat zou best kunnen. Salah.
Dit is de hertzaal. Ik had even plaatjes gemaakt. Ja. Er zit ook zo'n ring bovenin, zag ik. Ja, de hertzaal kunnen 600 mensen in. Ja, 550 ongeveer, ja, volgens mij. Dus dat op zichzelf zijn ze waarschijnlijk tevreden met die verkoop. Nou, zij zei binnen een paar weken is het uitverkocht. Zei die, hoe heet ze ook weer, Tessa of zo. Maar ja, ze hielden een beetje in de gaten, dus... Ze hebben ze te takken verveeld.